We zijn in het prachtige Limburg en we staan aan de vooravond van een grote Nederlandse wielerklassieker, namelijk de Amstel Gold Race. Ja, en daar moet je je goed op voorbereiden. En daarom heeft Univé een fietskliniek georganiseerd. En die wordt geleid door niemand minder dan de voormalige prof Gert Jacobs. Natuurlijk komen ze onderweg wel kapot te zitten, maar het fietsen is niet alleen met de benen, dat zit hier tussen de oren. Als je dat werkelijk wilt, dan lukt het ook. Nou, we hebben deze fietsclinic georganiseerd omdat we partner zijn van de Amstel Gold Race. En we willen onze klanten en de deelnemers heel graag voorbereiden op een blessurevrije Amstel Gold Race. En kijk, wat een prachtig weer. Dus hoe mooi kunnen we het maken? Het is gewoon de heuveltjes en dan het mooie uitzicht is gewoon prachtig nadat je op vakantie bent. Nou ja, je moet opletten dat je niet kapot gaat. En twee, je moet altijd de juiste versnelling kiezen. Je moet zorgen dat als je halverwege bent, dat je nog een klein beetje adem hebt om de top te halen. En verder moet je gewoon de wereld met een lach tegemoet zien, want dat brengt je altijd weer boven op de top van iedere heuvel hier in het mooie Limburg. Ik wil met het allereerste groepje wilde ik bijblijven en het eerste rondje lukte dat ook heel goed. En het tweede rondje, het laatste stukje bergop, moest ik ze dan toch laten gaan. Door ik toch even aan wat Gert had gezegd van niet blijven doorgaan, want dan haal je dat rechte stukje niet meer bij. Ja. Met twee vingers in de neus kwamen ze hier allemaal boven. Deze mannen en vrouwen die zijn echt super helemaal klaar voor de Amstel Gold Race.